waar ik muziek heb gedaan, waar ik muziek heb gedaan. Mijn naam is Theodorus Snellen en ik ben sinds 4 jaar ben ik Sikh geworden. Schenker blijft geven, ontvangers raken vermoeid, doorheen de tijden blijven ze eten. God legt door zijn orde de weg voor ons vast. Niemand kan zijn rijk bevatten. Hoe meer men vertelt, hoe minder men weet. Groot is de Heer en hoog is zijn plaats, hoger dan hoog is zijn naam. Slechts op zijn hoogte is zijn grootte bekend. Ik ben nu bezig met Japsi Saap en dat is het begin van de heilige tekst van het heilige boek van de Sikhs. Je moet 3 keer per dag bidden, want je moet dan van tevoren douchen. Je kunt wat mediteren. Dan ben je ongeveer 1 uur tot 2 uur, sommige mensen zelfs 4 uur mee bezig. Dat is arbeidsintensief, ja. Ja, zo gauw ze het heilige teksten zijn, dan hoor je ze dus netjes te bewaren. Het mag niet op de grond liggen, je moet er eerbiedig mee omgaan. En de meeste Sikhs hebben dan zo'n soort tasje ervoor. Dus dat doe ik ze elke keer terug in. Ik was op internet aan het surfen. En toen kwam ik ineens een Sikh meneer tegen, of in ieder geval een meneer met een turban tegen. Die een onvervalst Amerikaans accent aan het fondsenwerven was. En ik kwam steeds dingen tegen die ik, van het Sikhisme die ik herkende. Nou, dat heb ik een tijdje volgehouden. Een maand of 1,5, 2. En toen dacht ik van, ja, nou kan het dus niet anders. Nou ben ik dus een Sikh. Ik heb nu een chola aan. Maar dat is meer cultureel bepaald. Dat is niks met geloof te maken. Wat wel met geloof te maken heeft, zijn de 5 K's. Het zijn 5 dingen die in het Punjabi beginnen met een K. De eerste is de kesh, dat is het ongeschoren haar. Dus je knipt en scheert je haar nooit. En dat is liefde voor God. Uit liefde voor God. De tweede is de kanga. Dat is je kammetje boven je haar. Die staat voor zuiverheid. De derde is de kara, de armband. Die staat voor je houden aan Gods wil. De vierde is de kashera. Dat is een lange onderbroek, een soort Bermuda short kun je zeggen. En je dient ervoor om je te herinneren aan de kuisheid. Aan het monogame leven van de Sikh. En de laatste is de kirpan. Dat is een klein, tegenwoordig is het een dolkje, maar kirpan betekent eigenlijk zwaard. En die staat ervoor dat je strijdt voor broederschap en vrijheid. Voor andere mensen, maar ook voor jezelf. Ik had eerst het hele simpele idee van, ik ben katholiek opgevoed, maar daar deed ik niet zoveel meer mee. Ik denk, wat ik doe, ik haak mijn katholieke aanhanger af. En ik haak mijn Sikh aanhanger aan en ik rij vrolijk verder. Hè? Maar dat bestaat niet. Deze omgeving is gewoon een katholieke omgeving en de cultuur is katholiek. Dus je kunt niet een scherpe snede maken tussen het geloof en tussen de cultuur hier. Ik heb een vereniging verloren. Ik ben altijd bij de scouting geweest hier, plaatselijke scoutingclub. En toen ik 2 jaar Sikh was, toen ik dus een tulband ging dragen, toen waren er dus medestafleden die dat niet zo die daar niet mee konden leven blijkbaar. De voorzitter zei op een gegeven moment van, wij kunnen het ons niet veroorloven met jou geassocieerd te zijn. Ja, dat is natuurlijk genoeg, dan weet je genoeg denk ik. Ik denk dat onwetendheid voor de Sikhs in het algemeen de grootste vijand is. Ja. Opgeschoten jeugd roepen je soms na. Alibaba is dan de meeste, dat is vanwege de tulband natuurlijk. En de laatste jaren niet zo erg veel meer, maar voorheen Osama Bin Laden wordt dan vaak geroepen. Associëren een tulband altijd met extreme moslims. Nou, dat is dus niet zo. Dat is gewoon onwetendheid van de Nederlandse bevolking. 98% van de tulbanddragers in Nederland is een Sikh. Ik zit te kijken, maar het begint hier, religie begint bij de Bijbel. Dus dat is het katholieke stuk. En hier heb je, dit is allemaal kinderbijbel, het is allemaal christelijk. Nou, hier heb je misschien wat algemene boekjes en dan kun je misschien iets vinden, maar ik denk het niet. Nee. Ja, hier, kijk, hier zit natuurlijk wel de religie voor dummies. Dat behandelt wel een stukje Sikhisme. Even kijken. Ja, kijk, heilige boeken van de Sikh-religie, 278. Paginaatje of zo, hooguit. Nou, het valt nog mee. Het is 2 pagina's. Het begint hier en dan dit stuk gaat over de Sikh-religies. Sinds ik Sikh ben geworden, ben ik wel geïnteresseerd of er iets überhaupt over Sikhisme te vinden is. Als dat niet zo is, dan voel ik me gedwongen of geroepen eigenlijk om eens een keer wat dingen te gaan schrijven over Sikhisme. In het Nederlands. Thank you.